Ik maak soep van een biopompoentje van ruim 1200 gram. Er wordt wel beweerd dat je de schiller aan kunt laten zitten, maar ik vind het geen prettig idee. Dus ik haal hem eraf met mijn trouwe breedback schiller. Het is een beetje een gevecht, maar uiteindelijk heb ik dan toch gewonnen. Nu hak ik de pompoen eerst in vieren, zodat ik de pitten eruit kan lepelen. In principe kun je de pitten roosteren en aan de soep toevoegen, maar dat doe ik dus nu niet. Pompoen heeft een bescheiden smaak, dus er moeten wat smaakmakers bij. Om te beginnen een flinke rode ui, die je snippert. Net als 3 à 4 teentjes knoflook. Dan een stengel citroengras, die je kunt pletten of insnijden om meer smaakoverdracht te krijgen. En een stukje gember, ook gesnipperd. Een flinke scheut olijfolie in de pan, even warm laten worden. En dan de pompoen, ui, knoflook en gember erin aanfruiten. Zodra de uitjes een beetje kleur beginnen te krijgen, een liter bouillon toevoegen. Dit is kippenbouillon, maar groentebouillon is ook prima. Vergeten pompoenpitten komen vanzelf bovendrijven. De soep een half uurtje zachtjes laten koken, of zo lang tot de pompoen gaar is. Dan kan de citroenstengel eruit en kan het sap van een sinaasappel erbij. Vervolgens een heel blikje kokosmelk. Plus een eetlepel rode Thaise curry. Wees daar voorzichtig mee. Het is een opdringerige smaakmaker die de soep makkelijk te heet kan maken. En nu kan de staafmixer erin om het mengsel om te toveren in een fluwelige pompoensoep. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.